Hallo hardlopers van Running Holland. Dit is de eerste videotraining. Het is vandaag maandag 16 maart. En tijdens de eerste dagen van deze week mag je de volgende training gaan doen. De training is een zogenaamde groepstraining. Je doet hem alleen, houdt 2 meter afstand, maar het is een zogenaamde groepstraining. Oké, hier gaat hij. We beginnen met rustig warm lopen. Heel relaxed, 10 minuten warm lopen. Niet snel, je wordt warm, maar je wordt ook relaxed. Belangrijk. Dus je gaat gewoon lekker rustig rennen. Nou, de 2 sterrenlopers, die mogen af en toe een stukje gaan wandelen. En de 3, 4 en 5 sterrenlopers, die gaan gewoon aan 1 stuk rustig 10 minuten warm lopen. Dat gaat lukken, toch? Heel goed. Na het rustige warm lopen ga je dynamische rekoefeningen doen. En dynamisch rekken betekent, je gaat je spieren meer flexibiliteit geven. Je gaat wat meer ruimte creëren in die spieren. Het voordeel daarvan kan zijn dat je voelt dat je makkelijker beweegt. Het kan zijn dat je je kuiten losser maakt, dat het beter voelt. Dat geldt natuurlijk ook voor de spieren in de bovenbenen of bijvoorbeeld in de bilspier. Dus, ik ga het je laten zien. Zorg ervoor dat de stand van de voeten steeds gevarieerd wordt. Tenen wijzen naar voren, tenen wijzen naar buiten en tenen wijzen naar binnen. Nou, zo ga je de verschillende rekoefeningen uitvoeren, verend, dus dynamisch. Ik rek mijn kuiten, tenen naar buiten, tenen naar binnen. Prima. Tenen naar buiten en tenen naar binnen. Oefening 2. Ik ga op zoek naar een rek aan de binnenkant van mijn bovenbenen. Rek, rek, rek. Rek, rek, rek. Tenen naar buiten. Rek, rek, rek. Rek, rek, rek. Tenen naar binnen. Rek, rek, rek. Rek, rek, rek. Dat is bedoeld voor de binnenkant van... Nu de voorkant van de bovenbenen. Pak mijn hak. Recht omhoog. Voet een beetje naar buiten. 1, 2, 3. Voet naar binnen. 1, 2, 3. Uiteraard ook met de andere kant. Dan, volgende. Dus voor de bovenkant van je achterste been. Ik veer naar beneden. Tenen naar buiten van mijn achterste voet. Ik veer weer naar beneden. Tenen naar binnen van mijn achterste voet. Het gaat om deze plek. Niet voorover zijn, goed rechtop. En het gaat erom dat je bij deze oefening meer flexibiliteit creëert. Dit gedeelte waardoor je makkelijker kan afzetten naar achter. Er ontstaat meer ruimte of er ontstaat meer flexibiliteit in de afzet. Je kan je afzet wat langer maken naar achter toe. En de laatste dynamische rekoefening is voor de hamstrings. Voor de achterkanten. Ik ga in spreidstand staan. Voeten ver uit elkaar. En ik ga met 2 handen richting 1 voet. Rek, rek, rek. Rek, rek, rek. Tenen wat meer naar buiten. Rek, rek, rek. Rek, rek, rek. Tenen naar binnen. Rek, rek, rek. Rek, rek, rek. Zo heb je de belangrijkste spiergroepen voor het hardlopen gepakt. Je mag het iets langer doen dan wat ik laat zien, maar niet te lang. Dat zou weer een te zware belasting zijn voor je spieren. Als het goed is, ervaar je hierdoor dat je meer ruimte hebt in de spieren. Dat het soepeler aanvoelt, dat je meer flexibiliteit hebt. Oké, gaan we nu verder met techniektraining. Na het warmlopen, na de dynamische rekoefeningen, gaan we over naar techniek. We doen tijdens techniektraining doen we steeds 3 keer 30 seconden, 3 keer een halve minuut. Bij aanvang vlot en dan na de rand als je wat warmer begint te worden, mag je zelf snel doen. Nou, we doen straks 3 accenten, 3 techniekaccenten die we elk 3 keer 30 seconden doen. Totaal loop je dus zo'n 9 keer een halve minuut. Het eerste accent is dat we de knieën wat actiever gaan optillen. Dus we gaan de knieën wat bam, bam, wat actiever optillen, alsof je zogenaamd met je knieën een voetbal omhoog schiet. Niet te overdreven, niet te hoog, maar wel iets actiever omhoog,
dan je normaal doet. Ik ga het je laten zien. Het tweede accent is dat je, nadat je je knieën wat actiever omhoog hebt gedaan, dat je je benen wat actiever naar beneden brengt. Doe over 3 keer 30 seconden. Dus knieën gaan actiever omhoog en daarna juist je juist wat actiever naar beneden, je gehele been. Je gaat wat meer stampen. Het is niet onbeholpen stampen, maar het is functioneel stampen. Je zou moeten voelen dat je daardoor makkelijker rent. Ik ga het je laten zien. Dus belangrijk, het zou makkelijker moeten voelen als je benen actiever naar beneden brengt. Velen zeggen zelfs dat het efficiënter is. Dat ze daardoor een lager hartslag hebben bij dezelfde snelheid. Het derde accent, dan gaan we eigenlijk accent 2 gaan we combineren met accent 3. Je gaat hetzelfde doen, actief naar beneden brengen van je been, maar ontspannen, losjes. Je kijkt om je heen en je zwaait naar mensen. Houd 2 meter afstand en zwaaien, lekker losjes. Dus accent 2, actief naar beneden brengen, doe je met extra veel ontspanning in je schouders, nek en armen. Gaat je laten. Voel of het goed werkt. Dan gaan we naar het hoofdprogramma. Het intervalprogramma, het hoofdprogramma. Tijdens deze groepstraining. Nou, ik heb een programma voor zowel de 2 sterrenlopers, 3 sterrenlopers, 4 sterrenlopers als voor de 5 sterrenlopers. Het zijn 3 blokken in zone 3. Maar vanaf minuut 8 ga je versnellen. Je loopt steeds in zone 3 en vanaf minuut 8 ga je versnellen naar zone 4. Voor de 3 sterrenlopers, 3 keer 8 minuten. Met andere woorden, de laatste minuut loop je steeds in zone 4. Ga je een beetje versnellen. Voor de 3 sterrenlopers, 3 keer 11 minuten. Voor de 4 sterrenlopers, 3 keer 12 minuten. En voor de 5 sterrenlopers, 4 keer 11 minuten. Dat betekent dus dat de 5 sterrenlopers heeft de laatste 4 minuten in zone 4 lopen. De eerste 8. Veel plezier met deze training. Het is een lekkere training, hele lekkere training. Zorg ervoor dat je dus behoudend start, zodat je die versnelling kunt maken. Tijdens de versnelling mag je op ontspanning gaan letten. Dus de ontspanning die ik net terug wilde zien bij het actief plaatsen van je been naar beneden. Die ontspanning wil ik ook weer terugzien vanaf de versnelling in het programma. Dus ontspanning in je schouders, schouders laag. Ontspanning in je nek, je moet links en rechts kunnen kijken. En ontspanning in je armen. Vergeet niet mensen te groeten. Zwaaien en geen handen schudden. Veel plezier met het programma. Ik ga je nog even laten zien waar ik uithang. Dat is in Kirstenbos Botanical Gardens in Kaapstad. Ik hoop dat we morgen terug kunnen vliegen. Dus hopelijk is de volgende video vanaf Nederland.